Breda Nu. Je weet het meteen. Op de Rudolf Steinerschool in de wijk Belkrum werden deze week de nieuwe jeugdprins en jeugdprinses van het Kielegat bekendgemaakt. Brabantse nachten, die duren zo lang. Brabantse nachten, daar houden wij van. Ga door tot het gaatje, tot diep in de nacht. Puntje erin, wie had dat verwacht? Ze zullen ons nooit meer verslaan. We blijven voor altijd bestaan. De prins van het Kielegat, Prins Daan, was bij deze speciale gelegenheid aanwezig om mee te maken wie hij het komende carnaval aan zijn zijde zal zien. De kinderen werden tegenover hun ouders gezet en moesten hun ogen sluiten. En toen? Geef nog wat gas! Ik ben Litijn, ik kom uit Breda. En op welke school zit jij? Want welke school mocht dit jaar de jeugdprins en prinses verkiezen? De Rudolf Steinerschool. De Rudolf Steinerschool, hartstikke leuk. Hoe voel je je, Litijn? Super blij. Helemaal blij, helemaal leuk. Hé, nou wordt het elkaar inderdaad carnaval. Wordt een aantal dagen flink feesten voor jullie. Hoe ga je daarop voorbereiden? Een beetje vroeg naar bed gaan en zo, ja. Vroeg naar bed gaan en zo. En wat lijkt je het allerleukste om te gaan doen tijdens de carnaval? De afsluiting van het carnaval, zeg maar het einde van de carnaval, maar niet dat het klaar is. Maar... Op de dinsdag, de verbranding vind je leuk? Ja. De afsluiting, kiske en wiske en dan inderdaad de verbranding. Ja. Wie ben jij als eerste? Kira. En waar kom je vandaan? Breda. En welke school zit jij? Rudolf Steinerschool. Waar ga je op voorbereiden? Hoe denk je dat carnaval gaat worden voor je? Gewoon lekker feesten. En wat ga je van tevoren al doen? Je moet flink kunnen hossen al die dagen. Nou, ik denk dat dat wel gaat lukken, gewoon, ja. Wat denk je wat je het allerleukste gaat vinden tijdens de carnaval? Gewoon feesten. Jij bent echt een feestbeest. Ja. Nou, dan zie ik jou met carnaval. Veel plezier met de voorbereidingen. Ja, doei. Nooit meer verslaan. We blijven voor altijd bestaan. Natuurlijk was er na de uitreiking een klein gesprekje met de prins. En een officieel fotomoment. Want het is feest. Aan u de vraag, wat vindt u van de nieuwe jeugdprins en prinses van het Kielegat? In één woord geweldig. Als je het enthousiasme op de Rudolf Steinerschool ziet hier, zoveel aanmeldingen om jeugdprins of jeugdprinses te worden. En dan ja, een fantastische jeugdprins, Litijn, en een jeugdprinses, Kira. Ze zien er geweldig uit, dat wordt een fantastisch mooi plaatje tijdens carnaval. Doei doei! Doei doei! Breda Nu. Je weet het meteen.